Hoi watertekens, dankjewel voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnementen. Ik ben bezig om wat dingen uit te breiden, dus je kunt binnenkort veel meer van mij verwachten dan alleen maar deze readings. Ik ben druk bezig en ja, wordt vervolgd. We gaan kijken naar de watertekens op dit moment, schorpioen, vissen en kreeftenenergie. Wat is belangrijk voor de watertekens op dit moment? Wat is belangrijk voor de watertekens op dit moment? Universum, ik had graag de beste kaarten, de meest heldere kaarten voor vissen, schorpioen en kreeft. Wat is het belangrijkste op dit moment voor schorpioen, vissen en kreeftenergie? Wat is het belangrijkste voor de komende tijd? Oké, de Magician is nummer 1. Dan heb ik de 4 van zwaarden omgekeerd, de 4 van pentakels omgekeerd. Dan heb ik de 9 van pentakels omgekeerd. Excuses. De doodkaart, transformatie en de zegenwagen. Kaart van kreeft. Ja, wat ik zie, watertekens op dit moment, is dat je zit in een transformatieproces, net als de rups die in de cocon gaat. In de cocon ontwikkelt deze pootjes en vleugels. En dat is geen pijnloos proces. Dat gaat gepaard met wat pijn, groeipijntjes. En uiteindelijk kom je er als een vlinder uit. Het kan zijn dat je met een spiritual teacher te maken hebt in je leven, die jou eigenlijk de andere kant van alles laat zien. En die kant heeft te maken met je carrière, met geld verdienen. Deze persoon laat jou een andere blik werpen op hoe werk ik met mijn geld. Misschien ben je altijd heel erg gefocust geweest op carrière en vooral op geld. Maar er is een persoon in jouw leven die jou laat zien dat de focus van alleen maar op geld is veel te klein voor jullie, is veel te klein. Je zult zien dat je moet uitbreiden en dat kan alleen maar door ook plezier te hebben, door je hart te volgen, door te kijken wat zijn mijn behoeftes, waar word ik blij van en niet alleen maar mijn focus heel erg op geld en carrière. Misschien kom je uit een heel traditioneel gezin waarin dat eigenlijk prioriteit nummer 1 was. Geld verdienen, neus naar de grond en doorgaan. Maar er is iemand in jullie leven die jullie een andere licht laat schijnen op hoe het ook anders kan. Het is namelijk zo, de wereld is aan het veranderen, watertekens. En de wereld is aan het shiften van het traditionele naar meer spirituele, meer wat vind ik zelf leuk? Blijf ik in iets zitten wat me niet gelukkig maakt? Happiness is de eerste sleutel tot succes. Je kunt niet blijven hangen in een baan die je niet leuk vindt, in een huwelijk wat je niet leuk vindt. Je kunt eenvoudigweg, simpelweg niet alleen maar werken, alleen maar serieus zijn. Je zult op een gegeven moment die switch moeten maken van hoe kan ik geld verdienen? Bijvoorbeeld met een kanaal zoals ik. Misschien op YouTube of iets wat vernieuwend is, wat anders is, wat minder traditioneel is. En ik heb het idee, watertekens, dat jullie van die traditionele houding naar een breder perspectief gaan. En dat vind je misschien nog eng, want je bent natuurlijk gewend in een bepaalde, kijk, dit is de Meisterkaart, hè? Alles vasthouden, hartchakra gesloten, kruinchakra gesloten, van oh jee, oh jee. Maar er ligt omgekeerd, dus dat betekent loslaten, je energie vrijlaten, tijd nemen voor love yourself first, dat is het belangrijkste. Tijd nemen voor jezelf. Goed kijken van met welke energie omring ik mezelf. Wat is goed voor mij? Wat is niet goed voor mij? Wat eet ik? Wat doe ik in mijn tijd? Wat doe ik met mijn tijd? Dat is kostbaar. Je gaat beseffen dat het niet alleen maar gaat om geld verdienen en carrière volhouden. Ondanks dat ik het niet leuk vind. Ondanks dat ik
het helemaal niet meer bij me past. Ik ben het ontgroeid. Dit is de doodkaart. Dat betekent transformatie. Van traditioneel naar expansion. Zo, lieve watertekens, volg je gevoel. En ik heb het idee, er is iemand in jullie leven die jullie dit heel goed kan leren. Er is iemand die je laat zien dat het ook anders kan. Het kan ook een kind zijn of een kinderlijke energie. Het kan ook iemand zijn die je laat zien dat het leven ook leuk kan zijn, zal ik maar zeggen. Dus volg je hart vooral, hè? Je gevoel, je intuïtie. Als waterteken heb je een hele sterke intuïtie. En die mag je niet negeren. Als je die negeert, dan ga je van je pad af. Dus watertekens, dit was het voor jullie. Heel erg bedankt voor het kijken. Er volgt meer binnenkort. Ik ga mijn kanaal uitbreiden. Ik ga cursussen doen. Ik ga van alles doen. Alles op zijn tijd. Het komt eraan. Ik zie jullie en bedankt en tot de volgende keer. Doei.